De opening van de Open Monumentendag heeft gisteren plaatsgehad in het Fort Zeelandia. Cultuurdirecteur Elvira Sandy mocht de opening doen. Sandy prees het initiatief. Ze feliciteerde de organisatie en hield hen voor dat er ook lesbrieven gemaakt moeten worden, hetgeen ervoor zal zorgen dat de continuïteit van deze activiteit gegarandeerd is. De Open Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd door de vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname. Het doel is de bewustwording dichterbij te brengen onder de naam Kibri Sayu Abi. De historische binnenstad van Paramaribo staat dan ook op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Een van de grote ondersteuners van de vereniging is Cynthia McLeod. Lieve mensen, prachtig, prachtig. Welkom, welkom, welkom. Vooral al die jonge mensen. Ik vind het fantastisch dat er zoveel jonge mensen hier zijn. Want zij gaan ervoor moeten zorgen dat onze monumenten goed bewaard en behouden blijven voor latere generaties. Dat is het belangrijkste. En dat er zoveel jonge mensen zijn, hier zijn, dat betekent dat zij het besef hebben dat we met deze prachtige monumenten iets unieks hebben. Zo uniek dat het op de werelderfgoedlijst van de UNESCO kon komen. Natuurlijk stammen die prachtige monumentale panden uit de koloniale tijd. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja, al die dingen van de koloniale tijd moeten weg. Maar ik denk dat niet hoor. Want als alles wat uit de koloniale tijd weg is, weg moet, dan moeten wij ook weg. En wij gaan niet weg. Wij zijn hier. Wij zijn die Surinamers. En wij zijn die Surinamers die van onze prachtige stad houden. En onze jonge mensen beseffen dat. En onze jonge mensen gaan ervoor zorgen dat in de toekomst, niet zoals nu, niet zoals nu, het spijt me dat ik het moet zeggen, monumentale panden niet vervallen, maar dat ze behouden blijven, omdat het iets heel bijzonders is. De 82-jarige Cynthia McLeod, die vooral de jongeren meegaf dat zij de verhalen van deze monumentale panden moeten onthouden, om ze later ook aan hun kinderen te vertellen. Eén keer per jaar maakt de vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname het mogelijk voor geïnteresseerden deelgenoot te zijn van de Surinaamse geschiedenis. Gisteren was het dus weer tijd voor de Open Monumentendag. Met naast Open Monumenten ook verschillende activiteiten. Op diverse locaties zijn er lezingen verzorgd door Cynthia McLeod, Philip Dikland en Paul Morel, projectcoördinator bij Stadsherstel Amsterdam. Het eindpunt van de Open Monumentendag was bij de Centrumkerk.